Luikjes, welkom terug bij Project Groen, of de meest groene stad die wij kunnen verwezenlijken. Dit is onze progressie tot dusverre. Ik vind deze layout wel wat hebben, met gewoon een woonwijk en de straat daartussen, dat is allemaal pedestrian. En dan hebben we gewoon zo'n hoofdweg eromheen, dikke, vette, prima. Maar als wij kijken naar wat de stad nodig heeft, is er een high demand voor industry en offices. Nou hebben wij hier natuurlijk de Cherry Ranch, wat best aardig bezig is. Voor een next level hebben we 350 workers nodig. En van de workers die wij hebben, zijn er heel veel well-educated. Dus wat dat betekent, is dat er gewoon meer bevolking nodig is en dan gaan ze uiteindelijk wel naar de Cherry Ranch toe. Maar mijn bedoeling was ook, oh kijk, dit is handig. Even kijken, farm main building hadden we, de barracks. Increases the work efficiency of the workers in the industry area. Nou, dat is hier. Each building increases the work efficiency up to by 5% up to a maximum of 100%. Auxiliary building needs to be placed inside the building. Oké. Dus stel wij zouden deze plaatsen, dan gaat er dus gewoon een effectiviteit van 5% bovenop. Dat is heel erg handig. Plus zie ik hier staan een flour mill. Een flour mill is a processing building which requires crops to produce special good flour. Flour mills grind crops into flour. And package it for transportation. Processing building needs to be placed inside the industry area. En zo hebben we dus ook een kettle shed. We hebben nog een small grain silo. We hebben nog een small barn. Oké, er is ineens heel veel meer bij dan ik oorspronkelijk had bedacht. Want eigenlijk zat ik te denken om gewoon een small animal pasture hier zo langs deze weg te plaatsen. Op dezelfde manier zoals dat hier is gedaan. Maar weet je wat, laten we deze rij eerst anders gewoon eventjes afmaken. Zo. Zodat wij weer twee velden hebben. En hier kunnen wij plaatsen corn, cotton, potatoes, wheat of greenhouse. Laten we dan wederom hier wheat plaatsen. En ik wilde dit terrein voor de rest omtoveren tot woongebied. Probleem is een beetje is dat het heuvelafwaarts gaat. Dus dat kan nog een beetje lelijk eruit komen. Zoals hier bijvoorbeeld. Als ik dat een beetje uitprobeer te smooven, dan dat gaat niet echt. Wat ik zou kunnen doen, is een leveling terrain. Dat we hier het level pakken. En dan dat we dat zo doortrekken. Zodat we uiteindelijk meer woongebied creëren. Ik heb wel de mod aangezet. Tenminste, is dat een mod? Ja, dat is unlimited soil. Dus je ziet linksbovenin, zie je eigenlijk helemaal niks veranderen. Want ik vond het met mijn poepavontuur, poepbergavontuur, bijzonder frustrerend om, oh, dit gaat ook een beetje heuvelopwaarts. Shite. Ik vond het bijzonder frustrerend toen om constant te moeten wachten op soil. En het kostte dan weer zoveel, et cetera. En dat ging maar door en het ging maar door en het ging maar door. Zo, dan gaan deze mensen gaan in een kuil wonen. Wat vind je daarvan? In zekere zin, Nederland is een kuil. Beetje soepeltjes maken, zo. Nou, dan denk ik dat we hier een mooi vlak hebben. Waar wederom huizen kunnen staan. Zo, en dan komen hier ook weer een aantal huisjes erbij. Live, live, love. Oh, wat leuk. Oké. Nou, hebben we dat gedeelte in ieder geval. Brand! Waar dan? En dat is binnen. Oh nee. Dan ben ik benieuwd. Is deze in de buurt van een brandweerkazerne? Nee, we hebben er maar twee. En deze zitten niet echt dichtbij. Shite. Deze hele wijk gaat afbranden. Oeh, kijk. Oh, zie je de paaltjes omlaag gaan? Oh, wat vet. Gaat één brandweerman naar binnen. Eentje staat er buiten. Ah, situatie opgelost. Easy. Wat leuk. Nou ben ik benieuwd, hoe gaat hij weg? En dan rijdt hij gewoon heel rustig over deze weg heen. Ik spoel het nu keer 3 door. En dan gaan uiteindelijk de paaltjes hier gaan naar beneden. En dan rijdt hij door. Oh, wat leuk. Is wel een beetje een probleem, inderdaad. Dat mocht hij de boel in de hand staan, moet ze eerst voor de paaltjes wachten voordat ze uiteindelijk verder kunnen. Is wel een dingetje. Want er is zoveel vraag voor mijn industrie. Dan moet ik daar natuurlijk ook aan voldoen. Als het even kan. Dus dan gaan we eigenlijk op dezelfde manier. Not enough money. Nou,
Dat was kort. Wat zullen we doen? Highland cows, pigs, sheep of gewoon cows? Ik weet niet wat Highland cows is, maar dat hebben we niet. Multiple problems. Low amount of raw material available. Is dat bijvoorbeeld graan? Want dat ben ik inderdaad aan het dumpen. Maar wat nou als we die op balanced houden? Not enough raw materials inhoud. Wat heeft die exact nodig? Oh, nou, dat is opgelost. Dat is, denk ik, graan. Oh, mijn hemel. Een veld met koeien. Koen. Ah, nu heeft hij... Oké, het duurde gewoon even voordat de crops in kwamen. Ligt een beetje aan de infrastructuur. Maar er rijden hier genoeg... hoe heet het? Wellicht is het dan ook handig. Oh, nu is hij alweer 95% vol. De tandjes. Nou, dan kan de rest hierin worden opgeslagen. En dat wordt dan geëxporteerd. Want als wij met koeien gaan uitbreiden... dan is het zeker wel handig als wij een graansilo in de buurt hebben. En ik zit er bijna over te twijfelen dat we over elke strook die we dan gaan plaatsen... Hier zo. Dat we dan een eigen graansilo nodig zullen hebben. Om de infrastructuur er makkelijk in te houden. Zodat niet alle belasting valt op deze ene grain silo. Maar daar zijn we nog niet. Dat komt nog wel. Wederom een woonwijk uit de grond gekelderd. Moeten wel even ons water en sewage in de gaten houden. Ja, dat zat er inderdaad aan te komen. I require more water. Ik heb nog steeds maar één waterpomp. Dus dit maakt dan... Twee. Zo, dan zijn we qua dat in ieder geval eventjes weer voorzien. Plus we hebben natuurlijk ook... what the fuck? Oh mijn god! Een teringdikke bosbrand ineens. Nee! Waarom kreeg ik hier helemaal geen melding van? Oh ja, omdat ik natuurlijk dat ene ding niet heb van... Oh, fuck me. Gozers, ik moet weer heel even dit doen. Ik moet heel even de belasting weer omhoog kiegelen voor echt de oneindigheid. Ja hoor, de grootste bosbrand die de mensheid ooit heeft gekend. Er stond hier ooit een naam. Zelfs die is weggeschroeid. Tering. Alles gaat stuk. Hoe moet ik dit oplossen? Ik kan dit niet oplossen. Ik kan het wel oplossen. Ik heb een plan. Snelweg. Shit. Ik dacht, ik kan het afkappen door gewoon een snelweg te plaatsen. Shit. Zou je kunnen zeggen. Ja, dit is gegarandeerd shit. Dus alles wat ik ooit hier had bedacht. Ja, maar dit is kloten. Want uiteindelijk komt het hier. Want het gaat gewoon de rond in. Maar alles. Alles is gewoon naar zijn grootje. En de enige reden hoe je dit eigenlijk normaal gesproken kan oplossen is... Dit, een fire helikopter. En die bevolking heb ik niet. Het is zelfs hier. Waar zijn mijn brandweerliederen? Oh, die zijn hier. Okay, blus dat teringbos dan. Oké, dit is de tactiek voor deze bosbrand. Ik heb hier gewoon een rij weggebuldoosd qua bomen. Zodat het hopelijk niet door kan slaan. Ik hoop dat het gat ertussen groot genoeg is. En hetzelfde moet ik dan eigenlijk voor dit doen. Tenminste, aan deze kant van de rivier is het niet. Dus het loopt uiteindelijk tot dit doodstuk bomen. Oké, nu zit ik even hard op te denken. Maar als er een bosbrand is geweest, maakt dit dan niet extra vruchtbaar grond? Dus kunnen we, weet je, als we het even positief bekijken. Boeren. Nog meer boeren. Why are you cutting down all the trees? Heb je dit gezien met je kut tweet, Shirley? Alles staat in de fik. Talradiomast hebben we niet. Dus deze heeft een bepaalde radius. Oh, dat is al best flink. Ja, stel deze ik zou... weet ik wel, hier zetten of zo. Dan bereik ik nagenoeg al mijn bewoners. Ik kan hem ook gewoon in iemands achtertuin kelderen. Kost 10.000? Godverdomme. Dus weet je wat? Die knallen we gewoon hier. Dus heel veel mensen zijn ineens groter blij. En dan moeten we geld gaan sparen voor emergency evacuation centers. Het hergroeit gewoon weer. Nou. Dan is er uiteindelijk, weet je, toch helemaal niks meer aan de hand. Vervelend dat het is gebeurd, maar niks aan de hand. Hey, pedestrians of residents. Er is weer vraag voor residents. Wat is dit? Not enough educated workers. Ja, en deze farm heeft... te veel educated workers. Dus waar de fuck zijn we mee bezig? De wifi-buurt. Leuk. Hè, leuk.
We kunnen ook nog natuurlijk dit allemaal upgraden met pedestrian street met bus-only lanes. Fucking cool. Iets om over na te denken. Maar laten wij eerst maar gewoon het water even doortrekken. Dan moeten we dit uiteraard ook nog eventjes uitbreiden dat dit een pedestrian area wordt. Nou, dat is gewoon je pakt de kwast en je kwast het gelijk door. En er is gigantische vraag voor residential. Nou, weet je wat ik hier mooi heb gecreëerd? Nou joh, kijk eens. Alsof die bosbrand gewoon nooit er is geweest. Alles is gewoon nagenoeg hersteld. Ja, deze boompjes op het einde zien er van ver af nog een beetje karig uit. Maar dichterop gewoon prima boompie. Dan wordt het wellicht binnenkort eens tijd, gezien ons opstapeling van industrie, dat wij, denk ik, een tunneltje of een overbrugging over het treinspoor maken. Zodat wij dit hele houtgebied kunnen benutten voor ons werk. Want ja, dat heb ik hier al helemaal ingetekend. Dus weet je, dan wordt dat wellicht maar eens tijd. Want de vraag naar industrie blijft maar. En om alles op de Cherry Ranch te gooien, ja, is leuk, is leuk. Maar dan moet ik elke keer steeds meer van die animal pastures plaatsen. En die kosten echt 7500 per keer. Dus voor nu wil ik dat niet doen. Nee, want ik had me zinnen gezet om deze buurt veilig te maken van alles en nog wat. Wauw, look at all dit. Al deze lopende mensen. Eindelijk. De busy town is gearriveerd. Toerisme, specialisme, helikopter, priority, et cetera, et cetera. Dat komt gepaard met nieuwe gebouwtjes. Fire station, police headquarters. De grotere versie van de kleine gebouwtjes die we hadden. Nieuwe busstations. Een skatepark, riding stable. Allemaal geinige gebouwtjes. Dan hebben we een weather radar. Fire helikopter depot. Die zochten we inderdaad. Community pool. Leuk. Compact bus station. Prima. Medium warehouse, et cetera. En dus ook city planning policies. Dat betekent, als wij hier kijken, encourage biking. When this policy is active, most citizens will prefer bicycles over motor vehicles. Nou staat er niet bij hoe duur het is. Dus in hoeverre werkt dat? Hier staat bijvoorbeeld electric cars, degene die we al de hele tijd wilden. Everyone living in the policy area must switch to an electric car if they own any cars. Kost 2 Ackermannen per voertuig per week. Fok. Aangezien dit allemaal pedestrian area is, die lopen. Dat doet er niet zo toe. Maar we hebben hier bijvoorbeeld ook nog een gebied. Franklin Park. Die heeft geen service points. Heb ik die ingekleurd met pedestrian? Oh ja. Wat nou als we pedestrian hier weghalen en dan dit gedeelte puur voor elektrische voertuigen invullen? Oké, wat is dit? Delete the evacuation route. Dus hebben we water, voedsel, power, evacuate. Wat is deze dobbelsteen? Draw an evacuation route. Oh fuck, dat moet je doen? Oké, 2 routes staan uit. Dit werkt ingewikkelder dan ik had verwacht, maar we'll make it work. Dan moet ik eigenlijk ook nog hier ergens op de punt zo'n evacuation zone hebben. Zodat ik ook gewoon zo'n bus rond kan laten gaan. Zodat mensen vanuit deze pedestrian streets gewoon naar zo'n punt kunnen gaan. Ai, caramba. Dit zat er inderdaad aan te komen. Het loopt helemaal. Waarom wachten deze? Waarom wacht hij erop? Hallo? Weten jullie niet meer hoe een rotonde werkt? Kap eens. Ik heb een idee. En dat idee is als volgt. Een in en uit. Dus dat betekent dat deze gaat weg. Deze gaat ook eventjes weg. Ik weet niet wat het is, maar ik sluit die heel eventjes hier zo. Dan. Dit is een one way. Deze kant op. Dit is een one way. Deze kant op. Waardoor wij de richting van het verkeer forceren. En dat ze dan niet op elkaar hoeven te wachten. Want het afslaande verkeer gaat daarheen. En het andere verkeer gaat daarheen. En zo ontwijken ze elkaar. Hoop ik.
Ja, het is nu dan even nog een dikke vette drama, omdat ze op elkaar zitten te beunen. Maar dat lost zichzelf hopelijk wel op. Ja, het probleem is ook, we hebben nu nog steeds maar één ingangspunt vanuit de stad. En het wordt dan denk ik hoog tijd. Kunnen we een nieuw vakje kopen? Nee, waarschijnlijk bij het volgende mijlpaal. Ja, Big Town. Dan kunnen we een nieuw vakje kopen. Dan lijkt het mij bijzonder wijs om een nieuw vakje aan te schaffen die aansluit op de snelweg, zei het. Aan deze kant, want dan kunnen we het industrie allemaal hier naar beneden toe laten gaan. En de commercie en de rest gaat allemaal hierboven. Of deze hierboven bijvoorbeeld. Maar persoonlijk gaat mijn neiging uit naar dit vlak. Probleem is wel, terwijl ik dit aan het opvullen ben, is dat ik me ineens bedenk van, oh ja, kennen we deze nog? De Small Pedestrian Area Service Point. Die waarschijnlijk nu een volle tour aan het draaien. Nee, dat valt eigenlijk best wel mee. Dat is de enige service point die ik heb. Dus ik moet het meer opvullen met service points. Want anders kunnen deze pedestrians geen ene moer doen. Zouden we de Small Garbage Service Point doen? Of we kunnen gewoon een algemene Pedestrian Area Service Point. Maar dat is meer, denk ik, voor alles. Alles wat nodig is met delivery points, et cetera. Dus ik denk dat we daadwerkelijk hier al gewoon het goed mee kunnen doen. Ah, ik sta in de min. Ah, dat is lekker. En de electricity gaat waarschijnlijk echt helemaal kloten worden. Dus ik doe even de belasting helemaal omhoog. Zodat ik even een nieuwe elektriciteitspaal kan plaatsen voordat die hele nieuwe buurt erbij komt. Wat is hier gaande? Ik zie iets afgesmeuld zijn. Is er nou... Er is weer een brand? Hoe kan dit? Waarom? Waarom gebeurt dit? Maar dat is een probleem voor de toekomstige mij om dat op te lossen. We hebben flink wat uitbreidingen gedaan wat betreft onze groene stad met pedestrians overal. Hey, thanks voor het kijken. 2 video's ernaast mij maken gebruik van. Zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens.